Dag 1 van het Deloitte Ladies Open op golfclub Broekpolder in Vlaardingen. In het veld 9 Nederlandse speelsters, waaronder natuurlijk de nummer 1 van Europa, Christel Bouillon. Bouillon opende uitstekend met een ronde van 70 slagen, maar was desondanks toch kritisch op zichzelf. Het spel mag wel wat scherper, daar niet van, maar ik denk als je min 2 een ronde onder par is altijd goed mee te beginnen, dus ik ben best wel tevreden. Ja. Bouillon pakte haar grootste winst op haar 15e hole. Op de par 5 maakte ze een eagle. Dat is zeker lekker. Ja. Ik had een goede afstand tot de green over. En, ik sla gewoon een goede bal en daarna een hele mooie put. Ondanks de natte omstandigheden 's ochtends was het publiek in grote getale toegestroomd. Voor Bouillon een prettige bijkomstigheid. Ja, het is zeker heel fijn. Ik vind het mooi om te zien dat ze voor mij komen en dat ze voor mij willen zien golven. Weet je, ze komen natuurlijk ook voor het toernooi en Florentina speelt heel goed vandaag, dus daar zullen ze ook voor gekomen zijn. Ze is natuurlijk ook oud-winnares. Maar het is gewoon voor het toernooi heel leuk, voor mij ook zeker heel leuk en doet me goed. Naast Christel Bouillon is ook veel andere Nederlandse speelsters in het veld, waaronder deze Mariette van der Graaf. Zij opende degelijk met een ronde van 72 slagen, level par. Uiteindelijk ben ik wel tevreden, ik begon niet goed. Ik begon 2 over naar 3 holes en dan... Ja, het is toch altijd een beetje terugvechten en dat lukte gelukkig. Dus ik denk dat ik tevreden mag zijn met de level par. Er zit altijd meer in, maar voor vandaag om mee te beginnen is het prima. Voor Van der Graaf heeft spelen op Poepolder iets bijzonders. Ik ben er nog steeds lid inderdaad en ik kom er veel. En het is erg leuk, veel mensen die ik ken en komen kijken. En, dat geeft wel een boost, ja zeker. Samen met Christel Bouillon is Davy Claire Schrevel de andere grote publiekstekker. Schrevel, normaal gesproken veel spelend in Amerika, begon haar toernooi met een 71. Ik heb niet genoeg verves geslagen om genoeg kansen te creëren en af en toe moest ik dan mijn bogey of mijn par saven. Maar ja, onder par is natuurlijk altijd lekker en ik zit er gewoon nog bij, dus 2 rondes te gaan met alle kansen. Ook voor Schrevel bracht het thuispubliek een extra dimensie. Dat is het leuke ervan. Iedereen komt naar je kijken en ze zijn allemaal heel enthousiast. Dus ja, het kan niet beter. We hadden nog redelijk mooi weer, dus het was een leuke dag. Maar het vele publiek geeft ook wat extra druk. Tuurlijk, altijd. Je wil natuurlijk altijd net die bal wat rechter slaan en net wat beter en meer birdies. Maar daar moet je gewoon mee leren omgaan. Dus daarom is het ook gewoon een goede ervaring om hier te zijn in Nederland. De andere Nederlanders hadden het wat moeilijker vandaag. En zullen in de tweede ronde hard moeten werken om de kut te halen. Met rondes van 68 is de leiding na de eerste ronde in handen van 4 speelsters. Waaronder de winnares van 2010, Florentina Parker.